Goeiedag, het is 23 maart 2020 en graag geven wij u een update over de activiteiten die plaatsvinden in de regio. En u bent natuurlijk nieuwsgierig naar de situatie zoals die momenteel is in de hele regio Haaglanden. De cijfers komen van het RIVM en de status op dit moment is u bekend. Nog steeds 1,1 miljoen inwoners en we kijken ook nog eventjes naar het plaatje met daarbij de hoeveelheid inwoners per gemeente. Kijkt u zelf nog even naar uw eigen gemeente. Dan is het zo, de vraag is hoe zit dat nu met de mensen die positief getest zijn? Nogmaals, ik heb het al eerder meegedeeld. Het gaat er niet om welke mensen er op dit moment het coronavirus hebben. Dat is niet in kaart gebracht. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid testen die gedaan zijn. Maar er zijn een aantal mensen positief getest. Op dit moment is dat zo. In Wassenaar zijn dat er 5. In Den Haag zijn dat er 53. In Rijswijk zijn dat er 7. In Westland 21. In Zoetermeer 7. In Leidschendam-Voorburg 10. In Pijnakker-Noodorp 12, in Delft 16, in Midden-Delfland 2 en dat maakt het totaal op 133 mensen. En als u dan nagaat dat we nog geen week geleden pas met 20 begonnen, mag dat toch ook best zorgelijk genoemd worden. Nogmaals, het verzoek aan een ieder om afstand te houden, minimaal 1,5 meter, verder mag natuurlijk ook. En wees u vooral voorzichtig. En als u zich niet helemaal lekker voelt of verkouden, grieperig bent, blijft u dan in ieder geval thuis. Tot zover. Op dit moment wacht ik op verbinding met Bert van Alphen. Hij is wethouder in Den Haag en is doende met een initiatief om vrijwilligers te krijgen die hard nodig zijn. Hoe gaat het met jullie in deze moeilijke omstandigheden? Nou, het is hard aanpoten. Het is zorgen dat alle zijden worden bijgezet. En ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze crisis gaan doorstaan. Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Kun je even uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat en wat die mensen ook zouden moeten gaan doen? Ja, we hebben in Den Haag een aantal instellingen die dak- en thuislozen opvangen. Het zij alleen 's nachts, het zij overdag enzovoort. En dat zijn vaak grote instellingen. Er zitten veel mensen bij elkaar. Dat is niet verstandig om dat in deze tijd ook zo voor te zetten. Dus we hebben een aantal locaties vrijgemaakt om groepen uit die grote instellingen onder te brengen in kleinere groepen. En daar hoort natuurlijk ook personeel bij. Alleen in de zorg is er niet veel personeel voorhanden en zeker niet voor deze gespecialiseerde groep. Dus wat we geprobeerd hebben te doen is nu het personeel wat beschikbaar is bij die grote instellingen zoveel mogelijk te verdelen over de kleine instellingen of de kleinere locaties. Maar daar hebben we echt handen tekort. Er staan vaak 1 of 2 mensen maar op de groep. Dus een groep van 30, 35 mensen die hier bij elkaar zit. En die hebben gewoon een koffie nodig en een thee en een maaltijd en een douche enzovoort. En daar is ondersteuning bij nodig. Dus we doen een oproep aan de inwoners van Den Haag die een beetje gevoel hebben voor deze groep om ons daarbij te ondersteunen. En wat moeten deze mensen kunnen? Ja, die moeten in ieder geval aandacht kunnen hebben voor deze groep. En ervoor zorgen dat ze een kopje koffie krijgen, dat ze een spelletje doen, dat ze in ieder geval in contact blijven met de hulpverleners in deze. Er is altijd een professionele hulpverlener bij aanwezig. En we zoeken dan iemand of mensen die voor een langere, iets langere periode, 1-2 dagen, die mensen willen bijstaan. Ja, en van hoe laat tot hoe laat zouden mensen inzetbaar moeten zijn? Of is dat flexibel? Ja, er zijn bepaalde diensten. De ochtenddienst voor de vroege mensen begint om 6:30 tot ongeveer 3:00. En de middag- en de avonddienst beginnen om 2:30 tot ongeveer 11:00 s'avonds. Dat zijn de diensten die we aanbieden. Ja, hoeveel mensen heb je totaal nodig of kun je gebruiken? Dat hangt er vanaf hoeveel locaties we nog hebben. We hebben op dit moment de beschikking over een aantal vrijwilligers vanuit de gemeentelijke dienst, vanuit de dienst zwembaden enzovoort, die nu niet meer kunnen werken, maar hiervoor worden ingezet. Maar dat is nog lang niet genoeg. We hebben een planning voor de komende 2 weken. Daar hebben we iets van 36 diensten voor gepland. En die zit bijna vol. Maar daar is het nog niet mee, want we gaan natuurlijk nog verder. We verwachten dat het nog wat langer gaat duren. Ja. Mensen die thuis zitten, die nu wat willen gaan doen en ook nog het huis uit durven, want dat is natuurlijk op zich ook nog wel een issue. Waar kunnen die zich melden? Wie kunnen ze bellen of kunnen ze mailen?
Het handigste is om dat te mailen. Ik heb een gloednieuw e-mailadres gekregen daarnet. Het is Team Maatschappelijke Opvang. En dan is Team met een hoofdletter, Maatschappelijke met een hoofdletter en Opvang met een hoofdletter. @denhaag.nl. Wij zullen deze boodschap in ieder geval ook communiceren. Je zit zelf binnen. Ga je zelf nog naar buiten? Behoort je ook wel tot de kritische doelgroep of dat nog niet? Qua leeftijd hoor ik tot de kritische doelgroep, maar ik voel me nog hartstikke gezond. Maar ik probeer het naar buiten gaan te beperken. Ik zit nu ook binnen. Ik ga straks zo snel mogelijk naar huis en probeer afstand te houden. Dat is het belangrijkste op dit moment. En binnenblijven voor onze leeftijd is verstandig. Ik wens je heel erg veel succes met het initiatief en laten we hopen dat... Ja, ik zou durf het bijna niet te zeggen, maar dat het snel overwaait. Maar ik denk dat help ik je al. Dat help ik je al. Goed. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. We hebben uiteraard ook weer een aantal reacties binnengekregen van mensen die een muzikale bijdrage willen sturen. En heeft u sowieso nieuws te melden, dan doet u dat op info@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.